goed luistert, dan hoor je het roepen van de grutto en de kieviet. Want we zijn vandaag in het belangrijkste weidevogelgebied in Gelderland, de polder Arkham Heen bij Nijkerk. En niet voor de eerste keer, want elk jaar gaan we naar Arkham Heen om te kijken of er nog weidevogels zijn. Of er nog een grutto ergens op een paaltje zit. Of er nog een kieviet langs de akkerrandje scharrelt. En eigenlijk weten we het wel. Er speelt zich een drama af in de Nederlandse weilanden. Het gaat beroerd slecht met de weidevogels. En de vraag is, wie is daar verantwoordelijk voor? De kemphaan is bijna uitgestorven. Met de grutto gaat het heel erg slecht. Wie gaat dat tij keren? Daar ga ik vandaag achter komen. Kieviet die een grotto aanvalt. En die grotto moet dan blijkbaar weg. En ik snap al waarom, want die kieviet die daar zit, die heeft al jongen. Ja, dat was vanochtend heel vroeg. Nou, sterker nog, het was gewoon midden in de nacht. Het was pikken donker toen ik opstond. Maar als je dan eenmaal buiten bent en je staat hier 's ochtends vroeg met zonsopgang, ja, dan weet je weer waarvoor je doet. Topochtend. En je ziet echt alles. En eigenlijk moet iedereen dat doen. Gewoon 's ochtends heel vroeg hier naartoe. Of ga in de buurt op een camping staan. En pak je fietsje, de fiets hier naartoe. En ga gewoon op een plek zitten of staan. Of ga op zo'n hek hangen, wat ik nu doe. En alles gebeurt gewoon voor je neus. Echt een hele korte tijd zag ik hier al kieviet, dus met jongen. Aan de andere kant staat de grutto's met jongen. Je ziet de grutto's echt vlak bij je voedsel zoeken. In de slootrand. Een beetje in de modderpeuren waar volop voedsel te vinden is. En terwijl aan de ene kant de grutto's met jongen lopen, zitten ze aan de andere kant nog te ruzie en te paren. Zitten tuurluurs. Nou ja, het zit gewoon helemaal vol. Dus ga hier naartoe, 's ochtends vroeg. En ga bezoeken in dat laatste weidevogelbolwerk van Nederland. En zie het gewoon met eigen ogen, gewoon vlak voor je neus. Het is echt een topplek om die beesten te zien. Morgen. Morgen. Zo, nou, dat past net. Het is wel een bijzondere manier om vogels te gaan kijken, Piet. Ja, maar zo zit je wel heel beschut, hè? Hebben ze geen last van? Hier zijn ze niet bang voor. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Pinken, daar gaan we controleren of ze er allemaal zijn, of er geen eentje in de sloot zit. De droge koeien lopen ertussen, of daar alles goed mee gaat. En ondertussen gaan we natuurlijk even op de vogels letten. Ja, die lopen we ook even langs. Piet van het Klooster is een van de 95 weidevogelboeren in Nederland. Midden in de polder Arkham Heen staat zijn melkveebedrijf met zo'n 90 koeien. Piet pacht veel grond van Staatsbosbeheer en werkt met hart en ziel aan het behoud van onze weidevogels. Het is ook heel, volgens mij,
heel bevredigend voor je. Want dan ga je naar je koeien kijken nu. En die staan hier lekker om ons heen. En vlak daarbuiten heb je allemaal weidevogels. Ja, nou ja, in de zomer het rondje langs het vee. Want we verspreiden het ook een beetje. Daar hebben we ook nog een... Ja, je ziet ze zo niet zo liggen. Ja. Maar daar liggen ook nog een stelletje koeien. En dan doen we daar ook nog een paar koeien. Daar stond een kampje met pinken. Mm-hmm. Dat rondje langs, dat is wel arbeidsintensief. Maar dat is natuurlijk wel het mooiste klusje van de dag. Ja. Moet je eens even heel goed luisteren, Piet. Ja. Wat hoor je nou? Ja, die rutters, hè? Nee, maar die zeggen iets. Nou, dat is een mooi beeld trouwens, maar daar begint de lente mee. Wanneer die rutters met z'n allen achter elkaar aan racen door de lucht heen. Astraaljagers, dat is echt een mooi gezicht. Want iemand moet het doen. Voelde je dat niet toen je begon ooit? Iedereen race maar door meer export, meer intensieve landbouw, meer. En hier doe je het echt wezenlijk anders. Ja, we zijn hier ook wel als weidevogelboerderij begonnen. Mm-hmm. En toen waren we nog niet biologisch. Maar kijk, die zegt wel wat tegen mij. Die zegt, daar zit mijn jongen aan de kant. Ja, ga weg. Piet Hoepel op. Ja. Maar de weidevogels daar waren stonden ze om te doen. En het is eigenlijk een soort van sport om zoveel mogelijk weidevogels te hebben. En het gaat goed dit jaar? Dit jaar hebben we weinig predatie, dus dit jaar worden we heel gelukkig van. Ja, voel je je dan ook beter? Nou ja, het is gewoon heel beroerd als je gaat kijken of er nog nesten zitten en alles is opgevreten. Dat is wel heel... Sta je uit de sloven? Wel heel triest. Ja. Nou, daar gaat het niet om. Het is gewoon triest. Ja. Kijk. Mooi hier. De afgelopen 50 jaar is meer dan 60% van de weidevogels uit Nederland verdwenen. Niet alleen onze nationale vogel, de grutto, maar ook de tureluur en de wilp staan op de rode lijst van bedreigde broedvogels. En dat terwijl een groot deel van de wereldpopulatie in ons land broedt. Belangrijkste oorzaak is de intensieve landbouw, waar geen plaats is voor de natte en bloemrijke weilanden die de weidevogels nodig hebben. Goed, kijk, zie je wat liggen, hè? Ja, een tureluurtje is altijd heel, heel goed verstopt in het nest. En dan plaatsen jullie die dingen eroverheen? Die nestbeschermers. En dat werkt dan? Ja, je ziet het. Ja, maar dan komen ze eruit uit het ei en dan lopen ze zo het weiland in. En dan staat hier een reiger die denkt, lekker. Dat zou kunnen, maar er is eigenlijk voor een kuiken geen mooier perceel dan een perceel met een paar koeien erin. Want die koeien die mesten hier in het land en daar komen al insecten op af. En die kuikens die eten insecten. En dan ren je onder een zuring of je hebt genoeg schuilplaatsen. Ja, in principe zolang een koe niet harder loopt als ze zoals die nu doet als het aan het grazen is. Dan kan zo'n kuiken wel aan de kant hoor, want die is al heel vlug. Ja. Wat is een weidevogelboer precies? Nou, we zitten hier in een gebied waar altijd al wel veel weidevogels zaten. En dus ons beheer van de boerderij is erop gericht om die weidevogels zoveel mogelijk in stand te houden en te bevorderen. En dat doe je met dit soort dingen plaatsen? Ja, en... Vast nog veel meer? Ja, uitgesteld maaidatum. Dus we maaien door elkaar genomen veel later dan een andere boer. Mm-hmm. Om de kuikens de gelegenheid te geven om uit te komen. En groot te worden, vliegvlug te worden. En werkt het? Ja, we zijn er 30, 35 jaar mee bezig. En het is hier stabiel. Of het wordt eigenlijk steeds iets beter. Dus bij jullie op land, omdat je heel actief beleid voert, gaat het goed? Ja. Maar in heel Nederland gaat het echt heel slecht. Ja, maar dat komt ook omdat we behoorlijk extensief zijn. We hebben veel land, dus weinig koeien per hectare. En dan heb je ook de mogelijkheid om er zo goed voor te zorgen. Mm-hmm. Niet iedere boer kan dat. Hoe lang kunnen we hier zitten voordat paar maat tureluur echt tureluurs worden? Nou, het is nu warm vandaag. Dus nu is het niet zo ramp. Maar als het nu koud was, dan was ik liever wel vertrokken. Want dan moet je weer dan die eitjes moeten wel weer bebroed worden. Ja. Hoeveel liggen er eigenlijk? 4 altijd. Oh, altijd. Nou ja, of ze moeten per ongeluk, of er moet eentje opgevreten zijn, maar in principe een grutto, een tureluur en een kieviet hebben allemaal 4 eitjes. Ja. Wat bijzonder, hè? Dat je zo vlak bij zo'n zwaar bedreigd nestje zit. Ja, nou, er staat een goede beschermer omheen. Er staat een barbecue setje overheen. Ja, dat is wel goed. Mooi. De polder Arkenheem is een van de oudste polders van Nederland.
De kronkelende slootjes dateren uit de tijd dat de Zuiderzee het gebied regelmatig overstroomde. Daarom werden er ook maar weinig boerderijen gebouwd. De polder is bovendien bijzonder omdat er nooit een ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. Arkhem heen is het belangrijkste vogelgebied in Gelderland. Pas op, nestje. Hier, kuikens. Ja. Grutto-kuikens. Ach, kijk. Net uit het ei. Er moeten er nog twee. Jeetje, die zitten er nog gewoon. Ja, op het moment komt alles uit, zou ik bijna zeggen. En die houden zich heel stil nu. Ja, natuurlijk. Die zijn wel bang voor jou. Hoeft niet. Goed volk. Ja, hun ouders zeggen niet bewegen, dus dat doen ze ook niet. Oh, die kunnen echt supergoed stilzitten, zeg. Ja, daar kun je wat van leren. Ja. Maar het is wel heel open en bloot. Het is een heel klein schattig vogeltje. Ligt hier gewoon in een eindeloos groot weiland. Jeetje. Ja, nou, prachtig. Gelukkig ben je in onderhuur bij boer Piet. Zullen we maar stiekem weg? Die ouders worden helemaal gek. Ja. Ja, dit is echt een hele mooie plek, want het is hier drijfnat. Dit stuk is van Staatsbosbeheer. En dit is echt, nou ja, helemaal klaargemaakt voor de weidevogels. En wat je ziet is dat niet alleen onze weidevogels hier zitten, maar ook steltlopers uit andere streken. Er lopen er twee bosruiters, hele kleine vogeltjes, heel spits snaveltje. Die komen hier echt alleen maar op doortrek. En die vliegen helemaal naar het hoge noorden. En dat is wel grappig, want het is geen vogel van het weiland. Maar het is een vogel echt van hoogvenen waar ook bomen staan. En ze broeden heel vaak in oude lijsternesten. Dus dan broeden ze gewoon in een boom. Dus moet je je voorstellen, dat is een steltlopertje die dan in de boom zit. En als je daar in het hoge noorden op vakantie gaat, in deze tijd van het jaar, of voor een paar weken. Want ze moeten nog helemaal daar naartoe, een paar duizend kilometer vliegen. Dan zie je ze ook boven in de bomen zitten als ze zitten te balzen. En die andere, het zijn er, ik heb ze net geteld, een stuk of 15. Misschien nog wel meer, want achter zit er nog een groepje. Dat zijn allemaal kemphanen. En kemphanen is ook een echte Nederlandse weidevogel. En niet zo heel lang geleden zaten ze hier ook in Arkhem heen. Maar net zoals bijna overal in Nederland zijn ze uitgestorven. En ik geloof dat op dit moment in heel Nederland nog enkele tientallen paren broeden. Dus dat is echt heel weinig. Misschien zijn het inmiddels al wel minder. Dus dat beest staat echt op het randje van verdwijnen, van uitsterven. Nou, en hoe komt dat? Ja, heel simpel. Dit soort stukken willen ze. Gewoon graslanden die echt drijfnat zijn, waar het water gewoon op staat. Waar ze het voedsel kunnen pikken uit ja, die modderige randjes, het natte gras. En heel kruidenrijk grasland waar de jongen hun voedsel kunnen zoeken. Nou ja, blijkbaar is dat er niet voldoende. En is die vogel dus overal vertrokken. En wat je misschien ook hier opvalt, dat is dat gekke draadje wat hier staat. Het is helemaal omringd door schrikdraad. En dat is niet om ons of om de koeien binnen te houden of om ons buiten te houden. Maar dat is tegen de grootste predator, of misschien wel de grootste predator van de weidevogels op dit moment. En dat zijn vossen. Nou, op heel veel plekken worden vossen actief bestreden, ook hier. Dus er wordt actief jacht op gemaakt. En simpelweg, er zijn niet zo heel veel weidevogels. Dus ja, ik snap dat wel op de plekken waar je ze echt nog hebt. Ja, als je ze daar echt wil behouden, dan ja, moet je dus ook aan predatorbeheer doen. En in dit geval is dat dus aan vossen. Nou, nu niet, in deze tijd van het jaar. Dus wat ze hebben gedaan is schrikdraad omheen. En dan hopen ze dat die vos niet erin komt om de nesten leeg te plunderen. Maar ja, uiteindelijk, als je gewoon een gezonde weidevogelstand hebt, met hele grote gebieden, met heel veel weidevogels, dan heb je dat niet nodig. Maar ja, of dat nog gaat lukken. Camp aan, weet niet, misschien blijven ze wel hangen. Gaan ze hier broeden. Maar ik verwacht dat deze eerdaags, nadat ze hier heel veel gegeten hebben, 3000 kilometer naar het noorden vliegen. En dan daar op de tundra hun nestje gaan bouwen. Het gaat goed met de weidevogels, zei je net. Bij ons mogen we niet klagen. Ja. Dit jaar in ieder geval niet. Maar dan kijken we even naar het hele land. Grutto, nationale vogel. Het gaat echt super slecht. Ja. Wat doet dat met jou? Ja, dat is
Dat is wel een beetje jammer, ja. Maar elke melkveehouwer die kan heel goed een gedeelte van zijn grond gebruiken als weidevogel grasland. Maar dan zegt ze, ja, maar dat gaat ten koste van de opbrengst. En we staan Europees al onder druk, we verdienen al geen cent. Dat kan allemaal niet, Piet. Ja, maar daar zijn subsidies voor. Dus daar word je wel gedeeltelijk in gecompenseerd. En je moet ook wel een natuurliefhebber zijn, maar een beetje een boer is dat ook wel. Maar ik heb het gevoel dat weggeraakt is. Dat heel veel boeren toch... Ja, jongens, het water staat dus aan de lippen. We hebben geen keus. Hup, omzet. Nou ja, ik heb de discussie wel eens gevoerd met een paar boeren. Ik zeg, we moeten wel rentmeesterschap hebben ook wat mee te maken. En daar moeten we wel voor waken. En daar hoort een stukje natuurbeheer ook bij. Absoluut. Wat fijn dat je dat zegt nu, hoor. Ja. Want we ploeteren maar door en het lukt niet. Ja. We moeten het samen doen. Maar dat is de realiteit van de economie, denk ik. Hè? Ja, maar die willen we toch niet meer? Nou... Dat is old school. Ja. Je moet toch een leefbaar land overhouden? Dat is waar. Nou, dat is hier wel. Iedereen zijn eigen geluksmomentje, denk ik. Jij die? Ik ben deze. Waar gaan we naartoe? We gaan eerst naar de dijk. De dijk? Ja. Oké. Het is echt mooi hier. Het is echt keihard werken voor een boswachter, hè? Ja, dit zijn wel de leukere dingen natuurlijk. Nou, ben jij van de Veluwe randgebieden? Ja. Daar horen de weidevogels echt bij. Ja. Wat heb jij zelf met die vogels? Ik vind de grutto zelf fantastisch. Ja, dat vind ik ook. Waar word jij nou helemaal blij van? Nou, inderdaad, die grutto, als je die roep hoort, ook zo in het voorjaar, als die weer terugkomt, helemaal uit West-Afrika. Hè? Ja. Een ontzettend end heeft hij dan gevlogen. En dan komt hij hier. Ja, daar doet hij een tussenstapje. Oh, ja. Ja, maar dan komt hij hierheen en dan hoor je dat geluid en dan denk je, oh, voorjaar komt. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat jij elk voorjaar iets chagrijniger wordt. Want het gaat steeds slechter met die grutto's. Ja, nou dat is inderdaad wel heel erg jammer. En gelukkig valt het bij ons in het gebied mee. Mm. Daar blijft de populatie stabiel. Of op sommige momenten gaat het zelfs wat omhoog. Dus ja, blijkbaar doen wij het toch goed. Ja, hoe erg maak jij je zorgen? Want we doen er best wel luchtig over, hè? Ja. De boeren een beetje subsidie, hier en daar een grondwatertje wat omhoog. Nou, dan komt het wel goed. Maar het gaat elk jaar slechter. Ja, ja dat is heel zorgelijk. En, Waar lig je er wakker van? Nou, soms kan je er best wel wakker van liggen. Ik wel een beetje soms. Zeker als liefhebber, als vogelaar. Ik vind, ja, er gaat gewoon een soort verdwijnen op deze manier. Tuurlijk. Er zit een slot op. Ja. Oh, je hebt een schep nodig. Schep nodig? Ja. Nou, niet slecht voor een boswachter. Ik krijg een speciale training in, hè? Hekjes klimmen? Tuurlijk. Wat gaan we doen? Dus even kijken wat we kunnen vinden. Jij bent tenslotte de spit-expert. Pas op voor jou. Bijna, bedoel maar. Wel grappig, we staan in een wild vreemd weiland en spit. Ik vind het nu al spannend. Nou, dan heb je al een worm. Maar zo diep komt zo'n grutto niet. Ja, kijk. Ja. Nou ja, ze zitten natuurlijk ook wel dieper. En in januari zetten wij altijd het waterpeil omhoog. Mm-hmm. Dus dan komt het bodemleven ook meer naar boven. Dat is het hele idee erachter. Ja. Dat als verzuipen ze, dus ja. Komen ze omhoog. Ja, dan komen ze En dan kunnen de vogels er makkelijk bij... Ja, oh, en maar ook blijft de grond daardoor langer koud. Ja. Dus pas in april gaat het waterpeil omlaag. Daardoor blijven de grassen weer achter met groeien. En krijgen die bloeiende planten weer meer kans. Aha. Het is een heel systeem. Dat is niet zomaar wat, dat is ook zo leuk. Ja, kijk, hier zit ook één. Zie je nou goede grond? Ben je blij? Ja, het ziet er goed uit. Die wormen die kunnen dus al die meststoffen omzetten. Dus de strootjes en... En die zetten dat om naar minerale grond waar die planten weer van kunnen groeien. Ja. En dan krijg je dus die bloeiende planten waar die insecten op afkomen. Dit ziet er goed uit. Top. Ja.
Ja, het leuke van Arkum heen is dat je daar nog wat meer kan zien dan alleen weidevogels. En op een van die plekken waar je andere vogels kan zien, sta ik nu. Ik sta namelijk aan de rand van de zeedijk en daar liggen wat rietvelden. En ook her en der langs de sloten en vaarten staat riet. En daar kom je geen weidevogels tegen, maar daar kun je moerasvogels zien, uiteindelijk rietvogels. En er zitten de hele tijd hierachter, ik weet niet waar die nieuw is, maar in een topje van het rietstengel zit de hele tijd een rietgors te zingen. En daarin zit er nog eentje in een boompje. Mooi mannetje met zo'n zwart-wit koppie, heel kenmerkend. Maar ik hoor ook de hele tijd rietzangers. En die zijn veel leuker, zeker in Gelderland. En daarin zit hij. Oh, mooi. Hij is goed te zien. Het is een heel mooi geelbruin beestje met een hele opvallende oogstreep. En voor Gelderland is dat best een bijzonder beest. Voor heel Nederland valt het wel mee. Enkele tienduizenden broedparen, maar die zitten bijna allemaal in laag Nederland. Dus in het westen en in het noorden. En in Gelderland, daar zitten ze ook vooral in het lage deel. Dus hier aan de kust van de Randmeren, of aan de rand van Gelderland. En hoe verder je naar het oosten gaat, hoe minder het worden. Dus waar ik zelf woon, rondom Nijmegen, ja, daar zitten er ieder jaar één of twee te zingen. En dan houdt het zo'n beetje op. Dus ik zie ze eigenlijk zelden. Dus ik ben blij dat ik ze weer zie. En dat is een soort die het wel goed lijkt te doen. Want in de jaren 70-80 ging dat heel slecht. Gingen ze steeds verder achteruit. En waarschijnlijk had dat te maken met droogte in de Sahel. Want daar overwinteren ze in Afrika. En de jaren daarna kreeg je daar heel veel natte winters. Waardoor de stand weer flink is opgelopen. Af en toe zit er nog een dip in. Maar toch, over het algeheel gezien, lijkt het aantal vooruit te gaan. Maar hier zit het ook volop. Want er zitten hier 1, 2... Nou, dat is dan nummer 3 te zingen. En waarschijnlijk als ik hier doorloop langs die rietkraag, dan zit er gewoon om de 20, 30 meter zitten er eentje te zingen. Dus gewoon langs de weg gaan zitten, riet opzoeken. En grote kans dat je rietzangers en andere rietvogels natuurlijk ziet. Ik dacht, Kees, ik heb vanochtend met de boeren gepraat, ja. Lang. En daarna heb ik met de Staatsbosbeheer gepraat, lang. En ik heb mijn zorgen overgebracht, want het gaat echt steeds slechter met die weidevogels. En toen dacht ik, ik ga dat eens even bij elkaar vegen. En dan ga ik iemand vragen van de vogelbescherming. En daar leg ik dat nou eens neer. De vraag van, wie gaat zich nou het lot echt aantrekken van die weidevogels? Want het moet beter. Eigenlijk moet iedereen zich dat lot van die weidevogels aantrekken. De boeren. Maar ze moeten daarbij gesteund worden. Nou, dat kan door de consument. Consumenten kunnen natuurlijk gewoon producten kopen van boeren die zich extra inspannen voor weidevogels. De overheid heeft een hele belangrijke taak. De overheid die kan veel en veel meer doen. En dan gaat het niet alleen maar om geld, gaat het om heel veel vormen van beleid. Heel veel doen om die weidevogels te redden. Als je nou eens allemaal bij elkaar veegt, hè? Ja. Heb jij dan hoop dat het over een jaar of 3, 4, 5 echt beter gaat? Want het gaat elk jaar nu slechter. En je hoort al verhalen van, nou, de kemphaan is aan het uitsterven. En de grutto gaat er gewoon soepel achteraan. Dat moeten we niet hebben. Maar toch ben ik wel optimistisch dat in een aantal jaren, ik denk niet 3, maar in 5 jaar, dat je wel een kentering kunt bereiken. Ik weet, die gutters worden oud en die jongen die hebben ook een tijd nodig om volwassen te worden. Dus een herstel heeft ook wel enige tijd nodig. Maar dat je een omslag zou kunnen krijgen in 5 jaar, maar daar moet er wel echt iets voor gebeuren. En wat er uiteindelijk op het land moet gebeuren, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Als je hier om je heen kijkt, dan zie je al. Als je nou laat maait, je zorgt dat er veel minder van dat kunstmatig-achtige rijgras is. Maar veel meer gras met bloemen erin, met kruiden erin. Zoals je dat hier ziet, waar insecten opkomen met een hoge waterstand. Als je dat soort land, als je daar veel meer hectares van in Nederland realiseert, dan red je die gutto gewoon. Dat moet ook. En het moet. En dat bedoel ik. Ja. En het is heel simpel. We komen hier, letterlijk op deze plek, elk jaar terug tot het is opgelost. Tot er in heel Nederland genoeg grutto's en tureluurs en kievieten en kemphanen zijn. En zo is het. Oh. Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga dan naar ons buitengewoon platform, buitengewoon.nl. Hier vind je het laatste nieuws en de mooiste foto's en video's uit de Gelderse natuur. Kijk mee met onze unieke livestreams of ga op pad met onze buitengewone natuurwandeling. Buitengewoon.nl